Samen met collega Frank Doucet hebben wij het Breda's College onlangs schriftelijke vraag gesteld rondom het thema verduurzamen gemeentelijk gebouw. Wij vinden als D66 dat Breda daar best vaart mee mag maken. We hebben de ambitie uitgesproken om in 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Verduurzaming bevorderen, dat gaat eigenlijk over twee sporen. Aan de ene kant de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft door haar gebouwen in ieder geval goed duurzaam te maken, echt CO2-neutraal. De andere kant heeft te maken met educatie. Hoe maak je die Breda's bewoners bewust? In onze vraag hebben wij ook onder andere gesteld om te kijken of één of meerdere gebouwen in Breda ingericht zouden kunnen worden als duurzaamheidscentrum. Zo'n gebouw zou kunnen functioneren voor de wijkbewoners als kenniscentrum, waar mensen in de praktijk kennis kunnen maken met het thema duurzaamheid. De wethouder had al aangegeven dat hij het best mogelijk vond om het stadskantoor aan te pakken en te zien wat daar aan verduurzamende maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te doen. Dat is prachtig, maar misschien mag het nog een tandje ambitieuzer, wat D66 betreft wel. Wat zeker ook een mooie locatie is voor het verduurzamen van een overheidsgebouw, waar dan ook heel goed de educatiekant uitgewerkt kan worden, is het gebouw De Nieuwe Vesten, de bibliotheek. Daar zijn allerlei programma's voor de jeugd, op het gebied van cultuur, op het gebied van educatie. Daar kan je heel makkelijk ook een programma aan koppelen wat te maken heeft met bewustwording op het gebied van duurzaamheid. In de antwoorden van het college missen wij nog de koppeling met sportaccommodaties. We zien dat bij sportaccommodaties veel energie wordt verbruikt. Wij willen toe naar de sportaccommodatie van de toekomst. Een accommodatie waarbij duurzaam wordt omgegaan met energie. Denk daarbij aan het plaatsen van ledverlichting, zonnepanelen op de kantines, zonnecollectoren om het douchewater te verwarmen en op die manier sportverenigingen de kans te bieden om zuinig om te gaan met de energie. De vrijgekomen middelen die zij besparen op de energiekosten kunnen weer terugvloeien naar de sportverenigingen zelf. De leden zullen het terugzien in de contributies en op die manier heb je een win-win situatie. D66 is blij met de toezegging van de wethouder dat hij op korte termijn de plek gaat onderzoeken waar een educatief centrum op het gebied van duurzaamheid kan komen in Breda. En we hopen dat dat er ook snel komt.